Oké, lieve luisteraars, we zijn terug. Freedom Vibes, ik ben Romy Knoppels. Zij zitten vandaag te babbelen met de heer Guno Kastelen over integriteit. Nu eigenlijk meer over politieke integriteit. Oh ja, mensen, er is een app-nummer of een sms-nummer. U kunt appen of sms'en naar 8613756. Ik herhaal hem heel even weer. 8613756. Zes. Als u vragen heeft, 756, hè? Als u vragen heeft, opmerkingen heeft, kunt u dat gerust nu doen. Oké, okay, meneer Kastelen, het is prettig, we gaan gelijk verder. Ja, ik ga even weer opbouwen. Ik heb dit ook gevraagd aan de heer Monerat vorige week. Even kijken wat uw kijk hier nu op is. Oké, okay, laat me even beginnen. De bedrijven leveren diensten aan de overheid. En we weten dat de overheid achter is met betalen, dus de overheid betaalt niet. De overheid verplicht nu de bedrijven om nog meer kosten te maken in de vorm van de basiszorgverzekeringswetten onder bedreiging van financiële sancties. 500 tot 100.000 decibel. De bedrijven moeten hun werknemers en andere kosten betalen aan de ene kant en aan de andere kant ontvangen ze hun geld niet van diezelfde overheid die deze wetten heeft behandeld en aangenomen. Okay. Deze ondernemers moeten nu hun mensen minder uren laten werken. Of ze gaan ze ontslaan, dus je werkloosheid neemt toe, mensen gaan minder verdienen. Of ze moeten waarschijnlijk nu een lening nemen bij de bank, dus de kosten voor het bedrijf gaan omhoog, want we weten dat die rentes niet lachen. En andere bedrijven gaan zelf op een gegeven moment sluiten. En een ander deel denkt erover na om te vertrekken naar het buitenland. Al met al, hierdoor zal de consument meer gaan moeten betalen voor diensten en producten, want deze kosten moeten doorberekend worden. En dit werkt natuurlijk ook weer inflatie in de hand. Oh ja. Ja, mensen, even uitleg, inflatie, heel kort. Nu betaal je 10 SAD voor iets en later betaal je 15 SAD voor hetzelfde product. Dus dingen worden duurder. Dat is gewoon even heel makkelijk uitgedrukt. Hoor. Even snel uitgelegd. Oké, okay, dus de groep die produceert, daar heb ik het over de werkgever en de werknemer, zij boeten ervoor. Want de werknemer riskeert werkloosheid nu of minder werkuren. En hierdoor wordt dus de concurrentie, wat we dus net hebben opgebouwd, voor de overheidsfunctionarissen die dus wel bedrijven opzetten en gronden toe-eigenen. Die concurrentie wordt nu langzaam uitgeschakeld. Oké, nu komt de vraag. Als we dit alles bekijken, wordt het beleid met opzet zo geregeld, zodat de bedrijven en overige burgers het moeilijk krijgen of over de kop moeten gaan, zodat bedrijven van de parlementariërs, de mensen die deze bedrijven hebben opgezet, een monopoliepositie kunnen verkrijgen. De concurrentie wordt op zo'n wijze natuurlijk wel heel makkelijk en dan nog ook legaal wettelijk uitgeschakeld. Is dat de reden waarom burgers ook daarom zo moeilijk grondvergunningen krijgen? Nou, dus die vraag is, heeft het over grond en vergunningen. Eigenlijk praten we hier, en dat is het mooie van het programma, ja. Praten we hier over de inrichting van de staat. Hoe vinden we dat onze natie Suriname eruit moet zien? Wat zijn de grondslagen? Hoe zou het moeten draaien? En oneerlijke concurrentie mag er niet zijn. Misbruik, machtsmisbruik zou er niet mogen zijn. Transparantie moet er zijn. Vrije toegang en eerlijke concurrentie. Zijn onder andere zaken binnen die rechtsstaat en die democratie die er zouden moeten zijn. U heeft het over de wetten gehad. Ik wil uw tijd niet gaan gebruiken hier om wat we ontwikkeld hebben aan ideeën met betrekking tot de wetten. U weet dat de oppositie niet aanwezig was bij de goedkeuring van deze wetten. En dat was bewust onder andere om de punten die u genoemd hebt. Omdat de wetten, de gedachten achter de wetten zijn goed. Sociale wetten zijn van belang. Een samenleving hoort de onderlaag van haar bevolking op te vangen. Maar je moet dat op een duurzame wijze doen en op een evenwichtige wijze. En het moet uitvoerbaar zijn. En u noemt bedrijven, maar het gaat veel verder dan alleen bedrijven. Ook u. Wanneer u thuis straks iemand zou komen, vroeger die een job snel kon doen, een deur herstellen of voorin voor u schoonmaken of verven, dan kon u dat vroeger doen. Nu kunt u dat niet doen, want als u dat doet en u checkt niet als de persoon basiszieke zorgverzekering heeft, dan heeft u een boete van, kunt u voor een maand worden opgesloten. Dus, of een boete van 350. En alle punten die u hebt genoemd van kostenverhoging, daar sta ik achter. Dus, maar dat is de aanzien van de wet. Ja, maar om heel even snel kort uit te leggen aan de jonge mensen wat u heeft uitgelegd. Dus wat meneer Kastelen eigenlijk net heeft uitgelegd. Wat hij bedoelt, dat zelfs wij nu thuis dat niet gaan kunnen doen. Eigenlijk zeggen die basiszorgverzekeringswetten, zolang ik eerst niet betaal, kan ik eigenlijk niet werken, dus ik kan niet eten.
Dat is hem toch? Ja, oké, okay, ja, okay, is goed. Ja, gaat u dus, verder? Dus op grond daarvan vonden wij die wetten moeten komen, maar laten het goede wetten zijn. En laten de wetten niet averechts werken, wat we noemen contraproductief. Dus wat je wil doen, bereik je niet. Je bereikt het tegendeel. En een van de zaken die je als tegendeel, dit heeft u hier genoemd. Ik ben misschien niet helemaal eens met die voorstellingen. Omdat in de voorstellingen plaatst u het bijna vast en zeker alsof parlementariërs als groep ondernemers zijn en bedrijven zijn die concurreren met niet-parlementarische werkgevers. Maar ik denk dat natuurlijk de enkele rotte appelen in de maand, dat die dan eigenlijk de stempel worden voor die hele maand, voor de hele batch. Dus dat iedereen onder één noemer wordt geschoren. Maar ik denk dat dat uitzonderingen zijn. Er zijn genoeg parlementariërs, naar mijn oordeel, die integer zijn, zich inzetten. Ik zit in het parlement, je werkt, je ziet de mensen zich inzetten. Waar wij nog niet tevreden over zijn, is dat die bevolking nog onvoldoende toegang heeft. En daar praat ik niet eens. Natuurlijk moet dat ook geregeld worden voor ondernemers, kleine ondernemers. Maar ik heb het over puur studenten. Ik heb het over puur gewoon die normale Mofinawangs. En jongeren zullen zeggen, wat zijn Mofinawangs? De mensen onder die armoedegrens. En die armoedegrens is vrij hoog hoor. Mm. Want passief is nog uitgelegd dat het 3000 is. Dus als je niet 3000 SAD per maand verdient, volgens de berekening van ABS, dan zou je eigenlijk val je in de armoedegrens. En hoeveel mensen komen niet op dat bedrag, hebben dat bedrag niet. En dan hebben ze nog misschien 3-4 kinderen te verzorgen, sommige 5-6 kinderen juist te verzorgen. En gezinnen gaan kapot. Die naar school moeten gaan, gezinnen gaan kapot. Ja. Enzovoort, je krijgt sociale ontwrichting. Ja. En ik vind dat een regering en die wetgever, maar ook die rechterlijke macht, dus die het ons bestel, moet erop gestoeld zijn dat we het leven in het land naar een hoger niveau tillen. En u praat over integriteit. Toch is dat is de kern van uw programma. Ik had kunnen zeggen, dus ik verwijs naar de eerste 3-4 introvragen. Van, ik heb gestudeerd. Ik heb gewerkt aan mezelf. Ik heb een goede baan als directeur van Havenbeheer was ik. Waar ik voor 4.000, 5.000 US dollar per maand, 3 maanden vakantie, 3 maanden bonus, vrij vakantie met gezin, vrij telefoon, vrij alles. Had ik kunnen zeggen, ik doe dat en ik zoek ruzie met niemand en ik blijf in mijn baan. Ik heb daarvoor niet gekozen. Ik heb gekozen voor de strijd van het volk. Ik heb gekozen voor die groep, dat is onze focus in de partij waar ik vandaan kom. Van luister, we vinden dat bedrijven zich moeten ontwikkelen, want er ontstaan arbeidsplaatsen. We vinden dat er gelijk eerlijke concurrentie moet zijn. We vinden dat er een transparante overheid moet zijn. En we willen arbeidsplaatsen ontwikkelen. Ik heb voor die strijd gekozen, met alle risico's. Meneer Kastel, ik ga even hierop inhaken hoor. U moet me echt niet kwalijk nemen. U mag het zeggen. Maar we zijn heel erg kritisch hier. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig, dat is beter. Kijk, u zegt, u bent de tweede of derde parlementariër die een soortgelijke uitlating doet van het hoefde niet, ik heb ervoor gekozen. Ik heb ervoor gekozen, ik heb een goede baan en zo, oké. Okay. Ja. Dan ga ik u nu iets vragen. Maar eigenlijk, het is een vragende opmerking of een opmerkende vraag. Ik weet niet, hangt er maar van af. Wat die analyse die we net hebben bekeken, of het waar is of niet, laten we in het midden, maar als we alles analyseren, lijkt het wel dus heel sterk op dat de wetgevende macht de wetten zodanig regelt dat ze zichzelf regelen en de burgers eigenlijk daaronder lijden. Ook als we naar de zorgwetten kijken, de medische voorzieningen, die wet heb ik ook, wet van, ik ben het even vergeten, maar ik heb dat wel. Ik heb het in de vorige aflevering besproken, waarbij je ook een groot verschil ziet, waarbij de overheidsfunctionarissen eerste klasbehandeling krijgen, gratis voor hun leden en zo, de beste medische behandeling. En de burger die betaalt, die werkt, die moet ergens wel betalen en de medische verzoeningen zijn beperkt. Maar ik ben daarop breedvoerig ingegaan met de andere parlement. Oké. Wat ik eigenlijk nu wil zeggen, is, er is ook een andere kant van de medaille. Ik zeg niet dat u dat doet, maar als men zegt van ja, ik had al een goede baan en ik heb het opgegeven omdat ik echt een strijd wilde leveren. Analyse die we net hebben gemaakt, is duidelijk dat als je die power hebt om die regels te kunnen maken, en je dan als bedrijf naar die burger toe kan opereren, dan als je een normaal bedrijf zou hebben, ja, dan heb je een bepaalde doelgroep.
Maar als je nu vanuit... Uw stelling is loopt mank. Weet u waar het mank loopt? Nee, mag ik hem even afmaken? Gaat u. Oké, wat ik bedoel te zeggen is... Je klantenbestand wordt eigenlijk van een kleine groep... Gaat die uitgroeien naar de hele gemeenschap. Want de leden van de gemeenschap... Als op een gegeven moment uitgeschakeld worden... De man kan geen eigen bedrijf meer runnen... Gaat hij ook van een karig loontje afhankelijk zijn. Dat wil zeggen, elke keer dat hij ziek wordt... Of elke keer dat hij kleding moet gaan kopen... Elke keer dat hij moet eten... Gaat hij ergens moeten komen waar nu... Langzaamaan, gradueel... De wetgevers zoveel monopolie hebben in het land, over zoveel bedrijven heen. Want we krijgen veel meer verhalen binnen, maar ik weet niet zeker of het waar is. Maar wat creëer je? Je klantenbestand wordt van zo klein naar zo groot. Het hele land is eigenlijk je klantenbestand. Dus het is dan aantrekkelijk voor mensen om dan te zeggen van, hey, als er toch geen consequenties zijn, namen worden niet genoemd, niemand biedt het voor elkaar, het is steeds moeilijk, er is geen transparantie voor de burger, nou, laat me dan de politiek gaan. Dus, snap je wat ik bedoel? Dus ik snap wat u bedoelt, alleen het werkt niet zo. Het systeem werkt niet zo. U plaatst het parlement als een verzameling van bedrijven. Mensen die in bedrijfsactiviteiten zijn. Dat, ja, dat klopt omdat niet. Leek, omdat u bijvoorbeeld, ik ga gewoon een naam noemen. Nou, toch liever geen naam. maar ik zit niet in de goud business. Snap je? Ja, ja, ik zit niet in de goudbusiness. Ja, dat weet ik al. Dus maar er zijn een paar. Er zijn een paar in de goudbusiness. Maar dan gaat u 2 of 3 mensen, gaat u 51 parlementariërs zijn er. En u gaat 40, 45, 46, 47 parlementariërs onder één kam scheren. En sommige mensen hadden hun bedrijf vooraf. Ik was consultant voor ik minister werd. Om u een voorbeeld te geven. Ik was consultant, economie, project. Haalbaarheidsstudie schreef. Zelfs met een groot bedrijf schreef voor projecten in Guyana. Ik werd minister. Volgens de wet kan je niet een bedrijf hebben en minister zijn. Ik heb dat bedrijf ontmanteld. Nee, ik ben niet meer opgestart. Dus om u aan te geven dat er wel wettelijke regelingen zijn. Dus daarom zeg ik werk met systemen. Als u zegt, als de samenleving zegt van, we constateren een probleem dat er parlementariërs zijn, 1, 2, 3, 4, 5, de helft, noem hoeveel u wil, die misbruik maken van het systeem. En we moeten dat veranderen, dan moet er wetgeving komen die dat verandert. En dat zeg ik, het is dus niet zo dat je als individu, het werkt niet zo, ik heb niet gezien, dus die wetten die u noemt, u heeft een link gelegd onder andere met die bedrijven, maar ik leg niet die link, ik leg de link met het macro-economisch systeem van ons. Waarbij is we het zeggen, dezelfde link hoor. Ja, het kan komen bij die op het middenniveau, mesoniveau dat u noemt, van, of microniveau van de bedrijven. Maar ik kijk naar het algemeen niveau. Van luister, door deze regelingen gaan mensen hun loon, gaan ze uit hun geld dat ze verdienen, gaan ze geld moeten uitgeven. En u noemt het soms zelfs voordat je geld verdient moet je uitgeven om verzekeringen te regelen. Anders kan je niet aan bod komen. Nominaal. Maar reëel, dat wil zeggen, je hebt dat geld, het wordt niet minder. Maar doordat die kosten stegen, kan je minder kopen met hetzelfde geld. Dus zowel nominaal als reëel gaat je geld achteruit, waardoor je leven achteruit gaat en die armoede gaat toenemen. Als men die wetten niet gaat aanscherpen. Dat is ons kritiek geweest op de wetten. Maar ik heb niet de indruk, maar ik kan me vergissen. Ik heb niet de indruk, want die wetten zijn dus niet door parlementariërs naar voren gebracht. Die wetten gaan door een systeem waar ministers zitten. Ze beoordelen het. Het gaat naar de staatsraad waar vakbeweging zit, bedrijfsleven zit, sociaal-maatschappelijke groepen zitten die het mede beoordelen. En wanneer ze het hebben beoordeeld, hebben ze de president geadviseerd en dan komt het daar. En in het parlement halen we dingen weg die niet goed zijn, zetten we dingen bij. En deze wetten hadden nog veel verder aangescherpt moeten worden. En dan zeg ik, er worden in het parlement nog veel meer wetten gemaakt. Er zijn heel slechte wetten. De wetten die u noemt, er zijn misschien 2, 3 wetten die ook volgens de grondwet zijn gemaakt. Die moeten regelen wat mag je wel en wat mag je niet geven aan een politieke functionaris. Er zijn ook wetten gemaakt die zeggen, wanneer een politieke functionaris iets maakt, hoe moet je die man straffen als hij iets doet dat niet goed is. Toch? Volgens artikel 140 van de grondwet. Dus zo zijn er wetten die goed zijn. Er zijn goede wetten gemaakt. Ja, maar er zijn wetten die inderdaad... En deze dingen steken die samenleving omdat het iedereen treft. Toch, het kan niet zo zijn dat als u met uw bedrijf hier bezig bent... dat als u niet gelinkt bent aan een politieke partij... dan krijgt u geen advertenties van de overheid. Dan krijgt u geen dit en geen dat. Dan krijg je vergunning bijvoorbeeld. Je krijgt geen vergunning.
Toch? En dan krijg je dus dat er sprake is van je stimuleert het bedrijfsleven niet. Je stimuleert de kleine ondernemer niet. Iemand gaat naar de universiteit, studeert af, kan geen werk vinden, kan geen grond vinden om te bouwen. Dan zeggen we, die dingen moeten wijzigen, want daarvoor is de politiek om dat te regelen. Oké, maar meneer Kastelen, ik ga daar ingaan op al die dingen die u nu zegt. U heeft 3 personen aangehaald van grootbedrijven, maar kijk, het probleem is waarom mensen het idee hebben dat 3/4 van de DNA deze dingen denkt, is dat het niet alleen om grootbedrijven gaat. We weten van parlementariërs dat ze eigen mediabedrijven opzetten. We weten van andere parlementariërs dat ze gaan dealen in basisgoederen met de burgers. We weten van mensen dat ze ook in de landbouw gaan en al dat ze dus. Het is niet per se groot en het is niet 3 personen. Dus wat ik u eigenlijk wil aangeven is, natuurlijk wat u zegt, het klopt. Enkele of een bepaald deel, die verpesten het voor de rest. Ik snap wat u zegt. Maar aan de andere kant, u bent zeker wel bekend met het omissiedelict, het principe van het omissiedelict, toch? Het is, het is het plegen van een strafbaar feit door een niet doen. Oké, en waarom heeft men zo'n delict in het leven geroepen? Omdat men eigenlijk zegt, van wanneer je ziet dat er crime gebeurt en jij je ogen sluit, ben je dus eigenlijk medeplichtig. En dat zei Edmund Burke zei dat ook, toch? Evil can only triumph when good men do nothing. Mm-hmm. Dus je hebt les gehad van mevrouw, weet ik niet, mevrouw. Ik heb van niemand les gehad. Nee, want dit is een stokpaardje. Ja. Ik ga straks de naam. Ja, maar goed. Anyway. Nee, maar dus bij mij gaat het er dan om. Mevrouw Franklin. Nee, ik ken het niet. Ja, ik ken het niet, dit is een stokpaardje. Er was wel mevrouw van DA 91 was hier, mevrouw Angelique. Ja, Angelique. Oké, okay. Ja. Met haar hadden we dus spraken over politieke integriteit. Ik had hetzelfde aangehaald en ik zei ervan, kijk, wanneer een jongetje bijvoorbeeld met rovers optrekt, al gaat hij niet mee om een strafbaar feit te plegen. Ja, maar als hij thuis zit en ze komen en hij neemt dat geld, hij weet van waar het komt, en hij zwijgt er verder over, dan is hij eigenlijk medeplichtig. En ik heb het ook aan Monorad gezet vorige week. Ja. Als je daar zit en je ontvangt dat geld van de burger en je weet wat er gebeurt met het geld van de burger en je zegt niets, dan ben je hoe dan ook, ben je medeplichtig. Iemand die echt problemen ermee heeft, gaat of eruit stappen of de persoon wordt weggewerkt, die verhalen hoor ik ook. Maar begrijp je wat ik bedoel? Je maakt kabaal. Of je maakt kabaal, ja. Toch? Ik begrijp uw standpunt ook wel, maar het volk heeft nu, ik denk, u zegt het zelf, we zijn nu in zo'n benarde situatie geraakt dat het wantrouwen zo diep geschaad is, dat we nu echt kaf van het koren willen scheiden. Dus dat is een goed streven. Ja, nou dankjewel. Oké, okay, was goed. Meneer Kastelen, laten we even verder gaan. Ja, meneer Harish Monorad zei vorige keer ook, ik haal hem even aan omdat hij veel dingen heeft aangehaald hoor. De parlementariërs, heeft hij gezegd, begrepen niet waarom, ik heb hem ook bepaalde vragen gesteld, sorry luisteraars, ik ben even een beetje erdoorheen. Hij heeft gezegd, de parlementariërs begrepen niet waarom bepaalde zaken behandeld moeten worden die in het belang zijn van het volk. Bijvoorbeeld, dus hij heeft toen voorbeelden aangehaald, van als je jager bent, dan ga je niet begrijpen waarom je jagen moet dingen zijn, want je bent zelf een jager, je hebt ervoor. Okay. Hij haalde toen aan, bij het uitzetten van 2 termijnen krijg je automatisch 100% van je schadeloosstelling voor je pensioen. Hij geeft verder aan, de achterliggende gedachte hiervan, politici zijn bang om afgestraft te worden door andere politici die misschien aan de macht zullen komen. Ze zullen moeten thuisblijven of ze zullen gesanctioneerd worden. Ze regelen zichzelf dus wettelijk, ook uit vrees voor rancune van de andere politieke partijen. De vraag nu is, 2 vragen hieruit, verder. Er is dus een eed afgezworen, er worden beloften gedaan aan de burgers, woorden vrijheid, gelijkheid, welvaart, welzijn. Komen erin voor of kom daarop neer. Maar dan uit vrees voor zelfbehoud gaat men dan datgene toe-eigenen wat niet van hun is, omdat je dan niet zeker weet of je terugkomt. Is het dan begrijpelijk of logisch om te moeten concluderen dat het volk nu moet boeten omdat een kleine groep personen, overheidsfunctionarissen, parlementarische politieke partijen, overhoop met elkaar zitten en strijd voeren over macht en rijkdom? Nou, het is een stelling, die vraag stelt u naar aanleiding van verschillende dingen die gesteld zijn door een collega. Maar ook die we zien, hè, in de samenleving. Ja, maar ik onderschrijf dus niet al die zaken die daar zijn. Ik constateer wel dat er een vraagpunt is. En ik denk juist dat het goed is en dat het verder uitgewerkt moet worden, dat je ergens een limiet hebt.
Als je het meevraagt, moeten zelfs voorzitters van partijen, zoals dat in de grote wereld nu gangbaar is, en presidenten niet meer dan 2 perioden zitten. Dus dat is ook een optie. En nu hebben we wel een kleinschaligere samenleving. Maar je moet doorstroming hebben. Dus dat is 1 aspect dat dan op die manier is verwerkt in het systeem. Dat goed is, maar het systeem moet verder ontwikkeld worden. U moet niet vergeten, sommige landen hebben een historie van 300 jaar aan zelfbeschikking. Wij zitten in 30 jaar. We zijn in ontwikkeling, maar we moeten het verder ontwikkelen. Dus 2 perioden... als een soort baken vind ik een goed ding. Mm-hmm. Omdat ik vind van je moet na 2 perioden eigenlijk al gaan richting doorschuiven. Ik heb eens met voorzitter Derby gesproken over de toekomst van de politiek. Mm-hmm. En hij was al bezig af te treden. Hij zegt waarom? Hij zegt wat doet een man als meneer Weidenbos, ex-president, als meneer Venetiaan, is te veel waard om hem te zetten in een hobbelstoel thuis. Waard voor het land. Maar je moet hem ook niet meer houden in de actieve politiek om te gaan staan tegenover jongens als BOVA. Maar je moet als land, dus je moet hem verheffen boven partijpolitiek. En zulke mensen moet je inzetten in de VN, in CARICOM, in allerlei hogere wereldorganen om die kennis die ze hebben ontwikkeld, de investering die we als volk in ze hebben gepleegd, om ze nog te benutten. Maar wat krijg je? Wanneer zo iemand zijn partij niet meer aan de macht is. En dan heb ik het niet over deze regering of voorgaande. Ik heb het over dat systeem. Mm-hmm. Dan heb je, als u nu, u bent jong in de politiek komt, en u zou 1 periode zitten, 2 perioden of zelfs 1 periode, en uw partij, een jonge partij, bent u aangesloten bij, komt niet meer aan de macht. Dat betekent dat u bij een aantal bedrijven niet meer aan bod komt. Hoeveel bedrijven hebben we in Suriname? Maar dat is dus dan moet je dus ondernemer worden, of je moet op een andere manier ingezet worden. Dus wat ik u wil aangeven, we moeten naar een systeem in het land waarbij we kaders die we ontwikkelen op zo'n niveau, op staatkundig niveau, moeten we op een bepaald moment verheffen uit die partijpolitieke sfeer helemaal naar nationale politieke helemaal eens. Sfeer. Helemaal eens. En een laatste vraag dan hierover. Als u dit alles vertelt, ik ben helemaal eens met u, maar vindt u dan niet dat dit is dus weer afhankelijk? Ik hou niet van de sfeer van afhankelijkheid, want dat wil zeggen dat je altijd moet wachten en je bent onderworpen aan willekeur van derden. Er is hier dus duidelijk sprake van conflict of interest en de politieke wil is dus weer afhankelijk van menselijke wil. En vindt u dan dat dit wel integriteit uitstraalt van het parlement? Als zaken zo nou, u vergeet één ding, dat volgens de theorie is het volk. Het is demos, de macht van het volk. En het is het volk die moet corrigeren. Zodra men ziet dat men misbruik maakt van dingen, moet je het afstraffen. Als het nou kastelen is, of wie dan ook afstraffen, zo iemand moet je niet meer zetten, want die persoon heeft er niet voor gezorgd welzijn en welvaart te brengen die je nodig hebt. Oké, dank u, meneer Kastelen. We gaan even snel naar een korte break. We gaan even weer luisteren naar Bob Marley. We gaan luisteren naar War. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality.
fleeting illusion. Oké, lieve luisteraars, we zijn terug. We babbelen met de heer Bruno Kastelen. Oké, meneer Kastelen, we gaan gelijk verder. Ik heb de heer Jogi ook hier gehad in de studio. En hij heeft dus uitgelegd hoe DNA-leden werken aan de wetgeving. U heeft het net ook uitgelegd, sociale partners worden gehoord. Er is hele procedure aan verbonden. In de gesloten vergadering is men aan het brainstormen. Maar oké, kijk voor de burger. Ik heb een paar gevraagd, ook dat ding van die gesloten vergaderingen. Want eigenlijk behoort de transparantie te zijn. Maar ik krijg steeds een vaag antwoord. Maar goed, dat is even nu niet het punt. Wij zien in principe dat er vaak niet vergaderd wordt. En er wordt vaak quorum verleend. Maar dat is in feite de hoofdafspraak van de parlementariërs. Want je vecht door parlen, toch? Praten. Oké. De heer Harish, ik haal hem weer aan, ik haal hem veel aan vandaag. Hij heeft vorige week gezegd, hij daagt alle DNA-leden uit om over de sociale wetten te praten. Waarom? Omdat blijkt dat 20 het maar hebben gelezen en 31 hebben het niet eens opengemaakt. Ze zijn gewoon gekomen om te stemmen of niet. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar die sociale partners waar u het hoofd heeft, die gehoord worden. En ik ga u zeggen waar de conclusie is. De enige sociale partners die gehoord zijn geworden bij dat van de sociale verzekeringswetten zijn de VSB, ASFA en ACMOS. En ACMOS is maar één of twee keer uitgenodigd, daarna niet meer. Dat heb ik zelf van meneer Benda begrepen. Het aantal leden van VSB en ASFA totaal samen zijn 300 leden. Deze sociale wetten gelden voor de hele gemeenschap. De melkboeren zijn niet gehoord, de vereniging van verpleegkundigen zijn niet gehoord. En die van verpleegkundigen hebben een bestand van ongeveer 500 leden, heb ik ook mee gesproken. Paddyboeren zijn niet gehoord, de artsen ook niet, maar ja, dat bleek laatst, dus nu is dat min of meer geregeld. Bushouders ook niet. Oké, mijn vraag nu is, ieder zegt steeds wat anders. Ieder zegt dat de andere jok, ieder heeft de ander. Dan werkt het zo, dan werkt het niet. De burger is hierdoor niet goed ingelicht, want wie vertelt de waarheid? Wie zegt nou eigenlijk wat is? Dus er is geen transparantie. Belangrijk deel van de wetgevende dienaars weten niet eens wat die sociale wetten inhouden, als ik meneer Monoraat nu mag geloven. Dus nu gelden er regels voor de hele samenleving, terwijl de mensen zelf die regels hebben doorgevoerd, voor een belangrijk deel niet eens weten wat die regels inhouden. En we gaan nu dus waarschijnlijk ook weer een inflatie tegemoet, zoals we net hebben gezegd. Mijn vraag nu is, vindt u het rechtvaardig, vindt u het een integere zaak om wettelijk nu de burgers te verplichten tot betalen of meer betalen onder deze omstandigheden wanneer we zien dat er geen werkethiek is, alles is onduidelijk, er is geen verantwoordelijkheid en integriteit moeilijk te vinden is. Vindt u dat rechtvaardig? Dus u behandelt een aantal punten waar ik in met betrekking tot de representativiteit. Is het inderdaad zo dat het best zou je willen hebben dat het hele volk zo'n wet goedkeurt of afkeurt. Maar juist omdat dat praktisch onuitvoerbaar is, heb je volksvertegenwoordigers. Dat is één. Twee, heb je verschillende maatschappelijke groepen en belangengroepen. En u haalt de basiszorgverzekering aan. Ik zat in de commissie van rapporteurs voor minimumloon. Ja, weet ik. En ik kan u zeggen, er is een scala van mensen. Ik heb zelf geadviseerd. Neem ook de heer Bobson van de universiteit, luister ook naar hem voor wat betreft die sociale wetten. Vraag mevrouw Tayapin van de universiteit die arbeidswetgeving geeft. Dus men heeft de universiteit gevraagd en de universiteit heeft mensen afgevaardigd om gehoord te worden en hun mening te geven. Er zijn rapporten, heel dikke rapporten, over de mening van verschillende sociale groepen. En juist om die ene, en er zijn inderdaad een aantal mensen niet gehoord. Onder andere was dat een van de redenen waarom we zeiden van stop het hier, pauzeer die wetten, zodat we de wetten bijschaven en aanscherpen. Want onder andere dacht ik dat het de Vereniging van Medici was, die heeft nog, en daarmee geef ik antwoord op de representativiteit, hebben naar ons verschillende parlementariërs een mail gestuurd. En de punten die ze aanhaalden vonden wij van zoveel belang dat we zeiden, hey, maak een pas op de plaats. En we zeggen, we gaan geen quorum verlenen. Laat de zaak even rusten en laten we het verder uitdiepen. Er is op basis van meerderheid gestemd. Maar dan, terwijl we dat doen in het belang van die burgerij, zegt u aan mij, er is geen werkethiek of ik weet niet hoe je dat formuleert, dat werkethiek, zei u. Ja, werkethiek. Terwijl het quorum verlenen en niet verlenen heeft verschillende motieven.
En een van de motieven is om die rechtsstaat en die democratie zelf, als de legitimiteit van een regering in geding komt, die regering kan niet bogen op een meerderheid in het parlement, moet dat zichtbaar zijn. En als het zichtbaar is, zou die regering naar huis moeten gaan. Dat is één aspect van quorum. Een ander aspect van een wet, bijvoorbeeld wilden we EPA onder het vorige parlement, wij van de coalitie wilden EPA ondertekenen. Door mevrouw Simons, die toen in de oppositie was, en de oppositie is gezegd, luister, het gaat problemen brengen voor ondernemers. En ze hebben argumenten aangehaald. Heeft toen fractieleider Rogers gezegd, laten we naar die zaak kijken, laten we het even aan, we gaan ons niet haasten. Die wet is geparkeerd in de tweede ronde. Ze zijn toen de zaal uitgelopen. We hadden geen quorum om het te herstarten. We hebben het geparkeerd. Waardoor het niet is doorgegaan tot nu toe. Dus wat ik hiermee wil aangeven, soms moet je een wet niet door laten gaan en dan moet je politiek overleg plegen. En als dat niet gebeurt, dan is het niet gebeurd als men wil afgaan op meerderheid. Maar het parlement vervult zijn rol, de sociale groepen. En stel dat er een wet voor de media komt en u zou niet gehoord zijn als mediawerker of u bent van oordeel dat wat uw mening is niet is opgenomen door de Vereniging van Journalisten of de Vereniging van Media-eigenaren, dan heeft u nog altijd de e-mail om punten die u heeft als voorstellen door te mailen als burger. Openbare vergaderingen zijn open voor alle burgers en volgens het principe van de democratie en volgens IPU-regels hoor je het ook live uit te zenden. Ja, maar oké, meneer Kastelen, daar ga ik even snel hierop inhaken. Eigenlijk wat u net heeft uitgelegd is, een van de dingen is de kracht van het geen quorum verlenen. Het heeft gevallen waarin het nuttig is. Ja, oké. Maar de andere kant van de medaille bewijst nu, het is nu bewezen aan de hele samenleving, dat deze strategie ook laat zien dat nu 26 mensen alleen gewoon een wet kunnen aannemen zonder die 25 mensen. Dat is zo, maar dat is... En u heeft het over democratie, ik ga het even snel moeten aangeven hoor. Hmm. Democratie houdt in dat elke vrije burger recht heeft op spreken en recht heeft om gehoord te worden. Maar het is toch praktisch onmogelijk dat 26 mensen iets nu kunnen, iets kunnen bepalen voor 500.000 mensen, waar die andere 25 mensen eigenlijk volgens hun taakvervulling daar moesten vechten via parley. Dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gedaan in twee ronden. En hebben ze in twee ronden met argumenten omkleed. Uh-huh. En er is ook een ander adagium in. En een adagium is dus een uitgangspunt te gebruiken. In de democratie, waarin men zegt van luister, ook de stem van de minderheid geldt. Niet omdat de meerderheid, al waren het van de 52, van de 51 parlementariërs, al waren het 50, die voor waren, één persoon kan een andere mening hebben en die mening is misschien de juiste. Dus dan moet met argumenten moet men gaan afwegen en dan moet men de mening van de minderheid ook meenemen. In dit geval, ook al waren de 25 in de zaal, zou men voor deze wetten, als de 25 tegen hadden gestemd omdat ze zeggen ze zijn niet goed, zou men toch met 26, omdat de democratie zegt, maar, is de helft plus 1. Precies, maar het feit is dat jullie dan daar aanwezig waren om namens u. Er was niet meer mogelijk om te vechten, omdat je al in twee rondes je bijdrage hebt geleverd. Het zou alleen maar stemmen zijn. Maar dat is dus wat ik uitleg. Het is dus dat is niet transparant voor het volk. Daarover heb ik het. Dus mensen begrijpen niet wat er gebeurt. Maar vindt u dat politiek systeem desondanks rechtvaardig? Vindt u dat het werkt? Als we dit alles bekijken? Dat politiek systeem werkt. Alleen, ik denk dat we in ons land zitten met twee uitdagingen. Minstens twee uitdagingen wanneer het gaat om ons politiek systeem. We hadden het net over dat populisme politiek is achterhaald. Issue politiek, issue driven politics. En de tweede uitdaging op dit stuk is dat de etnische politiek voering is uit den boze. Want daardoor krijg je dat je mag zeggen, X is niet goed, Y is niet goed. Uiteindelijk is men toch aangewezen op dezelfde blokken. Oké, volgend punt, dan gaan we echt afronden. Ik heb deze quote bijna elke week gebruikt, gaan we vandaag weer gebruiken. The worst form of inequality is to make unequal things equal. Van Aristoteles. Voor de jonge luisteraars, de ergste vorm van ongelijkwaardigheid is om ongelijkwaardigheid als gelijkwaardigheid te doen overkomen. Dus met andere woorden, het is niet gelijkwaardig, maar men verkoopt het wel als gelijkwaardig te zijn. Oké, ik ga heel kort, ik ga niet ingaan op de wettelijke privileges die voor ex-president Venetiaan zijn geregeld. Maar de vraag die ik dus nu wel heb gekregen van burgers is, hoe komt het dat één persoon dit wettelijk gewoon kan laten vaststellen, lifetime, terwijl iedereen zit te zeggen dat we geen geld hebben. We hebben nu een verschil van 600 zoveel, miljoen.
Welk moraal bepaalt dat dit rechtvaardig is? Waarom verandert niemand dit? En moeten we dit als normaal beschouwen? En de hoofdvraag, wie controleert de parlementariërs? Uitgaand gezegd, wie kruis heeft tegen zichzelf. Dus hoe kan het dat dit geregeld kan worden voor één persoon? Welk moraal bepaalt dat dit rechtvaardig is? En waarom verandert niemand dit? En moeten we dit als... De monorat heeft wel gezegd dat niemand het verandert omdat iedereen denkt dat ze eens daar komen te zitten. Dus dan willen ze het zo aan. Ik denk dat het een drogerieren is. Dat is niet de juiste. Mijn monorat is mijn beste vriend. Maar als je geen gelijk hebt, ga ik zeggen dat je geen gelijk hebt. Tuurlijk, tuurlijk. Maar daarom wil ik geen woorden. En dit soort dingen is het makkelijk om gewoon te kijken hoe is het in de wereld. Maar vindt u het rechtvaardig? Dus daarom zeg ik, we gaan de vraag beantwoorden. Hoe is het in de wereld? Hoe gebeurt het in kleinere landen als Suriname? Hoe gebeurt het in grotere landen? Hoe gebeurt het in ware democratieën? Wilt u de president van Suriname, meneer Jules Weidenbos, eens president? Nu Boutense president. Venetiaan president geweest. Wilt u een symbool van de natie, wilt u hem zien zitten onder de amandelboom aan de waterkant om zijn hand open te doen omdat hij geen president meer is? Dat is wel een beetje extreme vorm. Wel, wat is de rol van meneer Clinton, ex-president van Amerika nu? Nee, maar, hij wordt afgevaardigd als speciale afgezant. We halen zaken door elkaar. Punt 1, Amerika heeft dat geld. Nee, Amerika heeft ook deficit. Heeft u geluisterd naar de debatten van Obama en dingen? Is het handig om... Kijk, meerdere politici hebben ook gezegd dat het volk... En even nog, ik zeg dit. Ik ben geen presidentskandidaat. Ja. Ik ben geen presidentskandidaat, maar ik zeg dit. Omdat we moeten ook ophouden om in feite de politiek af te schilderen als een soort vorm van afgunst van... Dus het is geen afgunst. Nee, ik zeg je moet overkomen. De politiek leeft van geld, van wat de burger die er wel voor werkt. Snap de politiek leeft niet alleen daarvan, want die ambtenaar leeft daar ook van. Het is zo dat je betaalt, voor prestatie. Kijk, als de burger niet werkt en geen belasting meer betaalt, hoe gaat de overheid komen aan het geld? Dan gaat het hele systeem in elkaar vallen. Maar dat is wat ik bedoel. Dus, en we kunnen dan niet praten over afgunst. En als er geen bestuurders zijn in een land, heb je chaos. Wie zegt dat? Heb je chaos? Land is er geen bestuur? Geef me één land waar er geen bestuur... China is zogenaamd geen democratie. Er komen nu wel heel veel stemmen op dat dit systeem niet werkt, dit politiek systeem, in deze vorm. Waarom? Mm-hmm. Er is te veel macht geconcentreerd in een groep van een kleine... Het is te veel macht geconcentreerd in handen van een kleine groep mensen. En, kijk, u haalt aan, staatssymbool, maar meneer Kastelen, het zijn mensen net als ons. Ja, iedereen... In alle landen zijn het mensen net als onszelf. Maar en weet je wat het is? We moeten ook steeds kijken naar andere landen en niet zelf creatief zijn en kijken van oké, als we nu geen geld hebben, want we hebben cijfers waarbij we minimaal 30 miljoen uitgeven aan mensen die eigenlijk niet produceren. Ze maken geen geld, ze consumeren alleen. U plaatst weer een stelling welke onjuist is. Nee, we hebben calculaties gemaakt, vorige aflevering. U zegt de mensen produceren niet. Nee, ze produceren niet. En u kunt dat niet aantonen. Op grond ik heb waarvan het aangetoond in de vorige aflevering. Het zijn mensen die alleen consumeren. Kijk, de groep die produceert. Wie consumeert? Dat zijn de overheidsfunctionarissen, want ze werken niet. Ze verkopen wel aan de burgers. U generaliseert. Moet straks een uittreksel halen bij CBB. Gaat u het halen? De mensen werken daar niet? Produceren ze niet? Nee. U moet gaan naar de Belastingdienst. Ambtenaren zitten daar. Nee, ik heb het erover. Het werk dat ze uitvoeren, brengt geen geld in het laadje. Als het geld in het laadje brengt, is het weer geld van de burgers. De burgers zijn degene die werken. En daarom, kijk, de politici zeggen vaak... Even nog iets. Iedereen die geld in het laadje brengt. Dus het is misschien abstract, maar het is economisch denken. Nee, het is heel simpel. Iedereen die geld in het laadje brengt, brengt geld in het laadje van iemand anders. Toch? Ja, dus, klopt. Want klopt. U verkoopt nu radio. Ja. Wat u verkoopt is geld van iemand anders. Ik snap wat u zegt, maar de functie van een overheidsfunctionaris is een dienende functie. Ja, klopt. Ja, toch? Oké. Die en de manier waarop zaken nu worden geregeld, de manier waarop wetten nu worden gemaakt, verliest die burger veel meer geld. Maar die burger blijft verplicht belasting te betalen. Diezelfde overheidsfunctionaris. Ja, akkoord. Oké, precies. Akkoord. Dus daar gaat het bij mij nu om. Systeem is inefficiënt. Als daarover zo met elkaar eens. En dan gaat het nu dan bij mij om. Dezelfde mensen die dit alles reguleren, vinden dan normaal, blijkbaar, maar daarom heb ik de vraag gesteld. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb gevraagd. Is het dan normaal om dan te denken dat terwijl burgers steeds meer achteruit gaan, schulden steeds meer toenemen, het normaal is om aan enkelingen levenslang geld te geven, terwijl ze niet werken?
Zo, ik bedoel, werken ze? Ze werken niet voor dat geld. Als ze een bedrijf hebben, werken ze voor een bedrijf, maar ze zitten thuis. Ja. Snapt u wat ik bedoel? En als ze voor een bedrijf gewerkt hebben, tot hun 60ste, hebben ze recht op pensioen. Snap je wat ik bedoel? Ze hebben recht op pensioen. Ja, maar dat is een bedrijf. Dit is een dienende taak. Het is een groot verschil. Dus, en weet u wat ons genekt heeft in Suriname? De beste ingenieurs hadden we in het verleden bij openbare werken, hadden we bij LVV. Omdat de overheid qua salariering achteruit is gegaan, zijn ze allemaal weg en zijn ze bij particulieren. Het gevolg is dat onze landbouwontwikkeling totaal achteruit is gegaan. Onze infrastructuur was noppes, toch was het niet. En het wordt nu erger. En het wordt steeds erger. En we verliezen dus meer geld in, zeg maar, als we onder water raken en allerlei dingen gebeuren. Dus het gaat erom, het is dienstverlenend akkoord. Alle ambtelijke functies. We moeten grenzen stellen. En als u zegt, luister, ons inkomen was schuldenlast en hoeveel voor u aan inkomen, dan kan daarnaar gekeken worden. Dan kan je zeggen, het moet niet 100 SRD zijn of 10.000 SRD zijn, maar het moet 5.000 zijn. Maar daarover kan je praten. U zegt maar symbool. Het principe dat je mensen, en ik zei u, dat systeem moeten we aanpassen om mensen dus niet gewoon thuis te zetten, maar mensen in te zetten. Maar dat is nu niet het en geval, mensen toch? In te zetten. Precies, daarmee ben ik eens. Productief zijn. Precies. Buiten maar dat die partijpolitieke zaak en dat men die precies, zaak maar dat is nu niet het geval. Dat is nu niet het geval en daar gaat het nu bij ons om, want meneer Kastelen, u weet zelf wat is geregeld. Ik lees het nu hier. Vervoersfaciliteiten, beveiliging, man, subject, elektronisch internet, inclusief, telefoon, vaste verbinding, politieke, een diplomatiek paspoort, VIP-faciliteiten op, ja. Dat vraag ik me, is het nodig het allemaal? Is, dus, ik bedoel? Het kost allemaal ik zou het prachtig vinden als u in deze vergelijking, als u echt een goed beeld, omdat wat niet goed is, is niet goed, moeten we ook zeggen. Maar wat normaal is en wat goed is, moet ook zo eerlijk zijn. Dan zou een goede vergelijking zijn, de nationale vergelijking, dus intern. Van wat heeft de president, wat heeft de minister, wat heeft de parlementariër? Nee. Wat, even. Ik ben niet eens hoor. Nee. Dus omdat we stellen vast, het is te hoog of het is verkeerd, toch? Dus dat is intern. En dan is het ook goed om de vergelijking extern te maken. En dan moet je niet alleen Amerika pakken of alleen Nederland, maar kijk ook naar het Caribisch gebied. Van hoe zit het in het Caribisch gebied? Landen uit dezelfde sector. Daar kunnen we met elkaar vaststellen dat of dat hele wereldsysteem is niet goed, kunnen we doen. En zeggen het van, is ook niet goed. Dat, nee, ik trek die conclusie nog niet. Ik heb geen onderzoek gedaan. Toch? Dus nee, maar ik zeg u, ik ben het niet eens. Omdat meneer Paal zegt altijd, en ik ben niet helemaal eens met die stelling, omdat objectiviteit moet je ook kunnen nemen zonder dat je ergens staat. Maar je zegt, het depends where you stand. Dat is moeilijk, ja. Toch? Maar ik zeg, wil je dus een zuiver analyse maken? Gewoon objectief. Niet in de sfeer van de mensen. Toch? Alsof je er niet bij bent. En we moeten ons afvragen, als die samenleving vindt van, luister, een president moet het land dienen. En u bent uw vraagstelling bent u begonnen door te zeggen, we gaan uw vergoedingen weghalen, wettelijk. Bent u bereid? Maar we zorgen ervoor dat we dat en dat regelen. U heeft niet door in wat u daar zegt, dat u meer regelt dan wat ik nu heb. Nee. Dus wat u daar vraag. Noemt, ja, u noemt want, studie van kinderen, ja, dat want, heb ik nu niet, meneer, dat betaal ik zelf. Meneer Monerat heeft zelf aangegeven dat de parlementariërs met rond 2000 echt zouden kunnen uitkomen, het bedrag veel te hoog is. Heeft hij zelf gezegd, maar dat weet hij. Dus en met een minimumloon van 3000. Oké, maar... Een armoedegrens. Oké, maar bij mij gaat het om, dan gaan we gelijk afronden. Als u die dus even nog, u moet niet van me verwachten hier, als ik in een programma zit, met jongeren praat, met de natie praat, via uw programma, dat ik populistische dingen ga zeggen. Nee. Ik ga gewoon zeggen waar ik achter sta en dat ik kan verdedigen. Ik ga echt niet komen zeggen dat je met 2000... Want ik ben een vakbondsman en ik zit te onderhandelen voor mensen. En ik zeg u net, minimum is berekend door ABS, dat als je 3000 verdient, dat je eigenlijk pinaart. Okay. En ik hoef u niet te zeggen, u weet het zelf. Oké, maar dus ik ga er even afronden. Als u het heeft over het symbool, hoe wij het zien. We spraken net ook even dat de jonge mensen nu geen opvoeding hebben. Genieten, tenminste, ze hebben geen voorbeeldfiguren nu. Als u praat over symbolen van het land, dan zou het wel handig zijn dat deze symbolen daar ook echt gewoon het voorbeeld geven. Net als José Mujica, hij geeft 90% van zijn president van Uruguay. Is de president van Uruguay, geeft 90% van zijn salaris af.
Hij laat zien dat het niet moet. En vandaar die vraag. En daarom vraag ik van ja, moeten we dit als normaal beschouwen? En wie controleert wat? Waar liggen de grenzen? Wie bepaalt eigenlijk? Want, maar goed. Dus daar gaat het meer bij ons om. En om het te schuiven op afgunst is dat helemaal mis. Want wij brengen dat geld voor de overheidsfunctionarissen. Wij werken ervoor. Dus we willen natuurlijk zien waar het gaat en wat te verklaren is. Maar goed, meneer Kastelen, ik ga u vragen, laatste groet. En dan ga ik afronden. Want dan hebben we het ik wil nog eigenlijk verder praten, maar het is spannend. Dat is interessant, maar ik ben altijd bereid ook buiten het programma met jongeren van gedachten te wisselen. Omdat het verrijkt de jongeren en het verrijkt mij. Okay, heeft u nog een laatste groet? En dan gaan we afronden. Ja, dus mijn laatste groet is aan de jongeren heel kort. Dat ik juich dit initiatief toe. En ik hoop dat uw luisterdichtheid verder mag groeien. Ik ook. Maar dat inderdaad de grootste uitdaging die we hebben is om duidelijk over te komen. Als we een boodschap hebben, dat wat we de mensen willen zeggen, dat ze dat ook horen en begrijpen. En ik hoop dus dat de boodschap overkomt en dat de boodschap moet zijn dat we allemaal kritisch moeten zijn naar onze leiders toe. Kritisch moeten zijn naar ons land toe. En ik heb het als heel prettig ervaren om hier met u van gedachten te wisselen. Ja. Het waren pittige vragen, maar ik denk het waren vragen die kunnen bijdragen in een beeldvorming, een maatschappijvorming, welke goed zou zijn voor ons nageslacht. Hey, dank u wel meneer Kastelen. Ik vond het ook prettig. Dan gaan we afronden. Lieve luisteraars, ik wil u vragen om over het volgende na te denken. Dan gaan we gelijk afsluiten. Leaders do not create followers, they create more leaders. Tom Peters. Vertaald, leiders creëren geen volgelingen, maar meer leiders. Verschillende politici die hier in de studio zijn geweest, hebben gezegd, de burgers hebben ons nodig. Wij hebben de vraag gesteld, waarom zeggen de politici steeds dat de burgers hen nodig hebben? Is het zo dat de burgers afhankelijk blijven? En veel burgers geloven ook dat dit zo is. Vandaag en eerder hebben we geconstateerd, uit de mondjes van de verschillende politici zelf die hier zijn geweest, dat de overheidsfunctionarissen werkelijk zich schuldig maken aan het afpakken van onze landsbezittingen. Min of meer. De heer Harris zei ook dat politici bang zijn om afgestraft te worden door andere politici die misschien aan de macht zullen komen. Ze regelen zichzelf wettelijk uit vrees voor rancune van de andere politieke partijen. Als dat de onderlinge omgangsnorm mocht zijn van die groep parlementariërs, is er duidelijk sprake van een psychologische burgeroorlog. En deze psychologische burgeroorlog brengt nu met zich mee dat heel wat burgers elkaar aanvallen, beledigen en uitschelden om hun eigen politieke leiders of overheidsfunctionarissen te beschermen. Terwijl diezelfde politieke leiders of overheidsfunctionarissen, niet allemaal natuurlijk, als ik naar mijn kasten mag luisteren, zichzelf wettelijk regelen met hoge bedragen en andere zaken. Dus in plaats dat de burger dus vooruit komt, gaat die onderling met elkaar vechten om de eigen leiders of overheidsfunctionarissen te beschermen, terwijl diezelfde burger achteruit gaat. En dit alles gebeurt terwijl diezelfde burger ook nog voor die vooruitgang van diezelfde politieke leider of overheidsfunctionaris betaalt. De overheidsfunctionarissen moeten zichzelf regelen, dat blijkt nu tenminste als we de hele analyse maken volgens onze inzichten. Want stel je voor dat ooit de gek komt en werkelijk die lifetime voorzieningen afschaft. Er zijn geen consequenties voor de overheidsfunctionarissen die ons geld ontvangen elke maand. En wij de betalende burgers zijn onderworpen aan willekeur. De vraag nu aan u is, vindt u dat dat uw leven moet zijn? Vindt u dat dat uw waarde is? Leven onder willekeur van anderen. En ze dan ook nog betalen daarvoor. Niemand wil een slecht leven, niemand. Maar de politici hebben wel gelijk wanneer ze zeggen dat wij de burgers werkelijk zo behandeld willen worden. Maar wanneer mensen het toelaten om slecht behandeld te worden, zeggen wij aan de andere kant, is er een oorzaak. Dus ik ga jullie vandaag, lieve luisteraars, vragen om na te denken over die oorzaak. We hebben het antwoord, maar we gaan het nog niet geven. Wat maakt dat jullie deze dingen zien, voelen of doorhebben en jullie het toch zo laten behandelen? Wat maakt dat je niet vooruit komt, je ergens weet wat het min of meer kan zijn of niet kan zijn? Waarom doe je niets? Waarom zeg je niets? Oké, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Ik ben Roemie Knoppel, dit is Freedom Vibes. Voel je vrij, want dat is je hoogste goed. Volgende week, dinsdag, ben ik met de heer Chilip Shi in de studio.
En tot dan, vrij voelen begint met vrij denken. We gaan eindigen met een song van Bob Marley weer, featuring Lauryn Hill, Redemption Song. Ciao. Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in. Mensen, wat zei je doen? Ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen.